Ja. Hé joh, wat ben je aan het doen? Ja, waar lijkt het op? Ja, het lijkt wel op vissen. Ja, lekker maar, gezellig. Maar we moeten ermee uitscheiden. Oh, hoezo? Ja, we moeten het programma gaan doen, hè? Och, thuis van Steenbergen. Ja, natuurlijk. Ja, en ik had net beter. Nou ja, ja we gaan maar een programma maken, oké. Okay. Vandaag gaan we heel ver terug in de tijd. We beginnen in 1431. Zoals je misschien weet bestond Steenbergen toen al een tijdje. Sommige mensen zeggen 600 na Christus al, maar dat is niet bewezen. Ik ga het hebben met u over de gasthuizen van weleer. In een toenmalige woning in de, wat nu de Kleine Kerkstraat is. En in die tijd Gasthuisstraat. Werd een gebouw gesticht speciaal voor de hulp aan armen en misdeelden. En zogenaamde gasthuismeesters, die voerden daar de regie onder, onder bestuurlijke leiding van de pastoor en het stadsbestuur. Ja, zo'n gasthuis, voeding, kleding, rust, verpleging, geweldig. Maar wie betaalt dat? Hè? Dat was toen natuurlijk ook al een probleem. Nou, was heel simpel. Men had hypotheken lopen op diverse panden. Er was erfpacht van gronden, rentes op bezittingen, testamenten. Er werd nogal eens wat nagelaten voor mensen. En Steenbergen had toen twee molens. En het gasthuis had 1/32 deel van die molens in bezit. Maar nog niet genoeg geld. De kerk speelde daar goed op in. Op hoogtijdagen kon je je stoel in de hemel kopen en dan moest je goed gul geven. Dat geld ging dan naar het gasthuis toe en je stoel in de hemel, die was gekocht. Laten we nu een foto zien en dan, dat is geen foto van de situatie van Steenbergen, want alles is verloren gegaan door branden en andere oorzaken. Dus we weten niet hoe een gasthuis in die tijd eruit zag. Het zou ongeveer kunnen zijn zoals u op deze foto ziet. En er was dan, er waren 10 bedden, eigenlijk meer zakken, met stro gevuld. En die lagen dan in de bijert of de zogenaamde godskamer, want daar was dan eigenlijk de verpleging. En verder had je nog een kapelaan die er zat, de vroedvrouw, die woonde daar op zolder. Van Lieverlee kwam er meer bij hoor, een klokkentoren, kapel met een altaar gewijd aan de heilige Sint Apollina. En het turfhok, hier werd natuurlijk turf gestoken, je moest natuurlijk de boel ook warm houden. Hè? Een kerkorgel, klokkentoren, dat is eigenlijk een beetje het volledige beeld. En als je dan naar die foto kijkt, of dat plaatje kijkt, dan kun je een klein beetje verplaatsen. Misschien was het iets anders, maar wat wel opvalt is dat het toch wel grotendeels zelfsupporting is. De bewoners in een gasthuis vroeger, dat waren de proveniers, hoofdzakelijk bejaarden trouwens. En die ontvingen verzorging en een klein beetje geld. Dat was natuurlijk niet veel. Maar de mensen moesten ook werken. Nou, dat was hier in het bejaardenhuizen zoals wij die hebben gekend natuurlijk nooit een item. Maar daar moesten ze ook een stukje werken. En verder kwamen er pelgrims langs en die bleven dan de 1 of 2 nachten tegen betaling. En zogenaamde dijkers, dat waren echt, wat men later dagloners zou noemen.
Mensen die dus van hot naar her trokken om ergens een kostje bij de boer of zo te verdienen. Ja, wat werd er dan gegeten eigenlijk in zo'n gasthuis? Nou, in ieder geval geen aardappels, als u dat zou denken, want die waren er toen nog niet. Het voedsel was eenzijdig en er waren meer erwten die gegeten werden. En aardappels die kwamen later via Zuid-Amerika, Spanje pas naar Nederland. Hoogtijdagen, ja hoor, daar werd natuurlijk toch wel wat aandacht aan gegeven. Dat kreeg je dan bijvoorbeeld als provenierbewoner. Een homp schapenvlees, brood en bier, wijn, zoete melk en brei. En brei is pap. Ja, er waren wel een paar goede afspraken nodig als je dus als provenier in het gasthuis kwam wonen. Bij het overlijden, als je bezitting had, de helft was voor het gasthuis, de andere helft voor je familie. Neem nou Jacob de Lazarus. Ja, die was niet Lazarus, maar die had gewoon een heel huis. En dat huis ging voor de helft naar het gasthuis en voor de helft naar zijn familie. Hubert Wouters, die had een heel bijenvolk, had hij daar. Wat ik al zei, toen straks zelf supporting. En dat bijenvolk, dat ging half gasthuis, half familie. Jan van der Wegen, die had een varken. Half varken gasthuis, half varken familie. En ja, toen eigenlijk in die tijd, die zorg, die verlegde zich ook meer naar buiten. En men, ja, dat was eigenlijk een voorloper van thuiszorg, zeg maar. Men ging ook in de wijk, tussen aanhalingstekens, ook zorg verlenen. Je kent ongetwijfeld de uitdrukking van de armen begraven. En ja, dat betekende in die tijd zoveel als van, nou, je was mislukt, je was niks. Maar pak nou die Huibrecht Wouters, waar we het net over hadden, die de bijenvolk naliet. Die kreeg een begrafenisdienst met 1 pastoor en 6 kapelaans. Wow, verschil moest er zijn natuurlijk, hè. Ja, en voor je doodgaat was er natuurlijk de zogenaamde ziekenzorg. En dat was niet zoals nu met artsen. Men noemde dat dan in die tijd de meester chirurgijn. En die had wel een opleiding gehad. En het stadsbestuur stelde zo'n man aan. Maar ja, het was heel veel werken met kruiden. Echte middelen waren er niet. Maar wat men vooral deed, dat kun je hier op het plaatje zien, was zogenaamd piskijken, zoals ze dat noemden. De piskijker. En dat had dan 3 kleuren. En ja, als die wit was, dan ging het helemaal niet goed. Dan zou het niet lang meer duren. En als die rood was, nou, dan had je aan darmen of zo. Nou, zo werd er van alles aan elkaar geflanst. Aan goede bedoelingen. Het was vaak ook een kwestie van geloven. En ja, op het volgende plaatje, ziet u het al. Het neigt meer naar een kermisattractie. De zogenaamde steensnijder. Daar zei iemand, oh, ik heb zo'n hoofdpijn. En dan, ja, dan bij iemand omringd en dan sneden ze zo hier in het hoofd, oppervlakkig denk ik, bloederig verhaal natuurlijk. En dan gauw werd er achter de rug een steen tevoorschijn getoverd en ze kijk eens, die steen, die heeft die hoofdpijn veroorzaakt. Hoofdpijn is nu opgelost. En zo ging men ermee om. Hé, hey Peet, jij hebt toch last van hoofdpijn? Ja, ja, regelmatig joh. Ja. Zal ik daar jou eens vanaf helpen? Oh, nou, dat zou fijn zijn. Ik heb wel net als er niet bang voor zijn. Nee hè. Want ik doe geen rare dingen. Oh, dat is net als in de middeleeuwen, begrijp ik. Ja, ja, doe maar. Als het helpt, dan is het goed, hè? Want ik zie hem al zitten. Oh, echt waar? Echt waar? Oeh, dat is eng. Ja. Hou me even vol, hè? Ja, oh ja, ja, ja. Zo, een spin. Het is een spin. Zat hier in mijn kop? Het is een spin. Goh, ja, ik voel het trouwens wel beter zo, hoor. Ja? Ja, ja, ja. Nou, dankjewel.
We maken een enorme sprong in de tijd en we gaan zo naar 1853 en dan hebben we het over Moeder Trace. En dat was eigenlijk Barbara Saalmakers. En dat was een nonneke van de orde van de Franciscanessen Breda Oosterhout. Had een hele staat van dienst in Indonesië, Tanzania, waar ze heel goed werk deed voor de kerk en voor de bekering van ongelovigen, of hoe je dat dan noemde in die tijd. Moeder Trace werd in Steenbergen genoemd en zij kwam vanuit Oosterhout naar Steenbergen om hier een klooster te stichten en gelijk ja, een heleboel goede dingen voor de maatschappij te doen. Denk aan een breischooltje, bewaarschool, ziekenverpleging, wijkverpleging. Ja, en zij was ja, de verantwoordelijke voor het moederhuis en daar waren dan de zusters van Steenbergen, zo werden die hier genoemd. Het moederhuis waar we het over hadden, wat dan in Steenbergen stond, is van Lievelee overgegaan naar Roosendaal en dat is dan het Elisabeth. En ja, dat bestaat nog steeds. En veel van die religieuze dames die werkt in het ziekenhuis van Roosendaal. Nou, alles wat Trace, hè, moeder Trace, in werking heeft gezet, groeide steeds verder uit. In 1928 spreken we al van een volwaardig ziekenhuis in Steenbergen met ziekenzalen, operatiekamer, laboratorium, röntgen. Ja, en de foto die u hierbij ziet, is dan helaas niet van hier, want we hebben van hier geen foto's kunnen vinden helaas. Maar om een idee te geven hoe dat het er toen uitzag, kunt u op deze foto's zien. Nou, geleidelijk aan is alles weer doorgegroeid. Het ziekenhuis is er niet meer. We hebben tegenwoordig wel een polykliniek. Maar het is vergroeid naar Onze Steden. Eerst nog Caritas en het is verzorgingshuis Onze Steden geworden. Nou, moeder Trace, mooi, markant figuur. En toch, vreemd genoeg, ik kom ze niet in de straatnamen van Steenbergen tegen. Misschien als we weer een straat gaan bouwen of zo, zou een idee zijn Theresia Saalmakers als straatnaam of moeder Trace, weet ik het. Het is maar een hint. Graag tot de volgende keer.